Midden-Brabant als dé regio van social innovation. Op dinsdag 18 maart 2014 hebben regionale vertegenwoordigers van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven de Alliantie van Brabant getekend in het bijzijn van Hare Majesteit Koningin Maxima. Van harte welkom, Majesteit. Wat ontzettend fijn dat u hier vandaag bent. Welkom in Tilburg. Goed, we zijn vandaag hier bij elkaar. Voor social innovation. Ja, sociale innovatie is toch eigenlijk de constatering dat je met een heleboel echt grote problemen zit, waarvan je eigenlijk denkt van ja, is dat wel oplosbaar? Aan de andere kant, de urgentie wordt steeds groter, want er is steeds minder budget, mensen moeten steeds meer zelf doen. En uiteindelijk moet je op zoek naar nieuwe oplossingen voor problemen die er al een tijd zijn, maar die anders uit de hand lopen. Social innovation is een verzamelnaam voor hedendaagse initiatieven van mensen en organisaties gericht op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Social innovation begint bij personen en organisaties die een maatschappelijk probleem zien en het plan opvatten er iets aan te doen. Dat kan uitgroeien tot een breed initiatief van diverse partijen en personen. Denk aan burgers, ondernemers en wetenschappers. Het kan gaan om lokale en regionale initiatieven, maar ook om complexe samenwerkingsverbanden op nationaal of internationaal niveau. Kijk, vanuit de academische wereld begin je met theorie en met concepten. Want anders kun je ook niet denken over oplossingen. Dus je moet een inzicht hebben in de oorzaken van problemen. Daarvoor heb je ook theorie nodig. Als je die oorzaak in beeld hebt, dan kun je gaan nadenken over interventies en oplossingen. En het tweede, wat belangrijk is als wetenschapsfundament, is dat je het ook moet kunnen monitoren en evalueren op een gecontroleerde manier. Want anders ga je wat doen, je hebt het goed begrepen, maar je doet wat, maar je weet niet of het effect heeft. En als je dat ook niet doet, ja, dan is dat wetenschapsfundament te dun en kan je eigenlijk ook niet zeggen dat je met social innovation bezig bent. De afspraak in de Alliantie van Brabant richtte zich in het bijzonder op het creëren van een jeugdwerkloosheidsvrije regio, het terugdringen van obesitas onder jongeren, de inrichting van een proeftuin dementie gericht op langer zelfstandig wonen en het versnellen van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Na ondertekening van de alliantie bekeek Koningin Maxima bestaande voorbeelden van sociale innovatie uit de regio. Een voorbeeld daarvan is de startersbeurs. De koningin is in gesprek gegaan met werkzoekende jongeren die door middel van de in Tilburg ontwikkelde startersbeurs werkervaring opdoen. Voor mij betekent het dat ik een kans heb gekregen op de arbeidsmarkt om aan mijn verdere toekomst te werken. En ik heb nu de functie waarin ik nu zit, is voor mij echt een begin van mijn carrière. Het is niet per definitie de baan waar ik naar zocht, maar het is voor mij echt een goede kans. De startersbeurs is inmiddels een groot succes. De helft van de jongeren vindt een baan en zo'n 130 gemeenten hebben de Tilburgse regeling al overgenomen. Met de startersbeurs kunnen werkloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar met minimaal een mbo 2 diploma werkervaring opdoen. En wat mij aanspreekt in de startersbeurs is dat daar een vraagstuk wat echt een grote vraag voor onze toekomst is. Hoe voorkom je dat jongeren na hun opleiding als het ware in kansloosheid wegzakken? Dat is vertaald en daar hebben we ook echt als gemeente onze nek voor uitgestoken in een concept waar je jongeren empowert, kansen geeft en vervolgens werkgevers laat zien dat het in dienst nemen van jong talent juist ook een kans voor hun bedrijf is. En dat vind ik een compliment waard en dat smaakt ook naar meer, want een van de concepten voor social innovation de komende tijd, de regio die werkt, die enabling region, daar hebben we Tom Wildhagen en zijn vakgroep ook hard bij nodig om weer nieuwe dingen uit te vinden. Andere voorbeelden van sociale innovatie uit de regio zijn de proeftuin Dementie, woon- en zorglandschap De Leihoeve en de NVO Toolkit ter voorkoming van mensenhandel. De rol van Tilburg University
is enorm belangrijk. Het is een universiteit die is gespecialiseerd in mensenmaatschappij. Dus deze universiteit heeft al als doelstelling altijd gehad de maatschappij begrijpen. Understanding society. Maar met dat begrip, met die kennis en die theorieën, moet je nu ook de volgende stap zetten en helpen om die oplossingen te ontwikkelen. En die ook nog eens een keertje goed te meten, te controleren, zodat je ook heel goed weet wat de effecten zijn van wat je allemaal probeert te veranderen.